Moet u de voetganger met rollator voor laten gaan? Ja, overal. Wauw. Ik weet niet of ik zo goed film. Dan moet je kijken of je goed filmt. Nou, hoe moet ik dat zien dan? En dan toch nog helemaal daar te gaan parkeren. Op het hoekje. Goedemiddag, het is vandaag donderdag 2 september 2021. Het is nu 2:30 en wij zijn Roderick en Karen, Karen en Roderick. Ja, dat zijn wij. Ik ga nu autorijles. En voor de rest wensen wij jullie heel veel kijkplezier bij deze vlog. Goedemiddag allemaal, hier gaan we weer. Ja. Met in de hoofdrol Karin. Oh, Karin nog wel, kijk, dat is mooi, Piet. Dat Karin in de hoofdrol staat vandaag, dat is mooi. En ik moet geen hoge staat hebben, dat heb ik al een paar keer in de gaten. Dan denk ik van hé, een hoge staat, maar met autorijden is dat niet fijn. Voel je steeds iets in je nek. Nou, dan heb ik iedere keer mijn staat tegen die hoofdsteun aan. Ja. Dat is gewoon niet fijn. .nl. Ga jij naartoe dan? Zo. Geen idee. Next Hero lopen. Die. Is dat zo te hebben? Zo. Da. Ready for takeoff. Ja, ik wel. Niemand? Nee. Niet naar Scheveningen. Nee, niet helemaal, niet meer. Nou, jawel, maar... Niet en niet nu gelijk. Hoe heet die tunnel? De Hubertus-tunnel, ja? Ja, die was volgens mij dicht. Oh? Ja, het is zeker open. Ik heb, dat is kak. Zeker kak, want ik heb een hele rare route moeten nemen om naar jou toe te komen. Ah, oké, handig. Ik ben gekeerd door de middenberm daar. Ja, anders was ik dan nog hier niet geweest. Niet, oké, okay, dat is handig toch? Weet je wat, ik doe mijn haar gewoon wel lekker los. Ook goed. Dat is beter. Hoe gaat het met jou, Piet? Dat is een gangetje. Zo lang. Fietsje met een printje. Even tussenuit halen voordat het ja, buiten waait. Ja, lijkt me handig. Dat zou een zonde zijn. Yes. Waar gaat het schatje heen? Nou, ja, die gaat die kant op. Wordt alweer vroeg donker, hè? Ja. Ik weet niet wanneer die zomertijd er afgaat, in oktober of zo. Ja. Nou, ik zou helemaal lachen. Huh? Dan wordt het helemaal lachen. Ja. Dat is het trammetje. Heb je het gezien? Geen bicicletten? Nee. Jij denkt ook van, waar ga jij helemaal naartoe? Vertel. Ik heb het wel. Ik had een hele routebeschrijving bij me, maar die ben ik vergeten. Maar dat maakt niet uit. Ik lekker een beetje uit mijn hoofd. Ook goed. Beetje om nog even. Beetje.
dat is een rotstukje om hier die kant op te komen hoor, eigenlijk officieel gezien. Yep. Als je het heel goed. Je hebt net niet genoeg ruimte voor de middenberm. Nee, net niet. Maar het gaat wel in één keer. Allemaal gedaan. Ja, autorijles gegeven. Ja, snap ik. Weekend, zaterdag, heb je gegeten op de... Bij de Haagse Beek of dat niet? Nee, de Frederik Hendriklaan. Oh, bij de Frederik Hendriklaan. Ja. Weet je, die straat die altijd zo mooi versierd is met de kerst. Ja, ja, ja. Ik heb de dinsdag weer een prik gehad en hij wou mij dus voor een spoedoperatie, maar dan krijg ik gisteren een telefoontje dat de wachttijden gewoon even 3 maanden zijn. Dus ik heb gelijk weer gebeld naar de afdeling. Ja, dus daar kunnen we niks aan doen, corona. Nee, maar omdat dus het een spoedoperatie is. En dat zei de afdeling ook al van ja, maar dat, jij moet eerder worden en geholpen dan pas over 3 maanden. Gedoe allemaal, hè? Ja. Daarom hadden ze niet dit en dit nog een stukje zo kunnen doen. Ja, zag je nog tenminste iets. Of het eerst ligt een beetje lager. Of juist. Nou zie je ook weer net nog niks daar meer op. Ah, kijk, ik rij lekker goed. Dat is mooi. Iemand? Nope. Ja, doe maar joh. Doe maar. Zo. Toch deze kant op. Kijk, als ze dit nou gewoon ook doen bij die andere verkeerslichten, dan zie je nog tenminste iets. Ja, 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 ja. Trammetje zo meteen naast mij, dus niet voor mij of wat dan ook, dat is mooi. Dat is een mooie stop. Ik denk, nou dat red ik nog wel, maar nee. Helaas. Het trammetje had hem al aan gevraagd. Ja. Want soms, en dan kun je er nog wel 4 auto's krijgen. Maar als hij snel is met niemand door rood, nee. Ik weet niet hoe het gaat, maar ik denk, moet je op een knopje drukken. Gaat het helemaal gemaakt? Hun moeten het aanvragen. En als we hem al bij die andere verkeerslichten aanvragen, dan heb je gewoon houten bek, om het zo maar te zeggen. Ja, ik ga via deze kant slikken. Hoe vragen ze dat aan dan? Via gewoon een scherm. Okay. Gaan ze dat aanvragen? Ja. Kijk, nu kan ik heel mooi kijken op mijn scherm. Voor het groene licht. En dat is dus wat rood dus ook wel vaak vindt. Niemand door rood? Nee, mooi. Eventjes weer groen. Vanaf dan kun je heel mooi, mooi kijken op het scherm op
van op je eigen telefoon van wat het, is het al groen, ja of nee? Maar ik heb mij voor een uitdaging aangegaan hoor, om dat te gaan. Want het is nu en school die gaat uit en alles. Yep. Iedereen is weer begonnen. Het is overal druk. Yes. En je moet hier heel goed uitkijken. Niemand. Nee, mooi. Auto is niet blij met je. Hè? Auto is niet blij met je. Hoezo niet? Natuurlijk wel. Goed gangetje. Ga je oversteken? Ja, mooi. Gaan we oversteken, meis. Met je Fiat busje, hè? Vind ik knap. Niet oversteken. Waar gaat ze heen? Jij. Niemand. Nee, mooi. Ik heb mij voor een uitdaging gegaan en met dit soort dingen. Want als je je eigen rijbewijs hebt, dan heb je dit ook. Ja. Dus ja, en nu laat ik het zien dat ik het ook kan. Niemand, waar ga jij naartoe? Mooi, kom mooi ervoor. Top, dankjewel. Geef het gewoon met de snee. Geef het de snoep. Nee. Waar ga jij naartoe, meneer? Dat dacht ik al. Hij zocht iets. Hij had een zoekende rijstijl. Ja. Dat heb je vaak snel in de gaten hier, hoor. 1,90. Ja, Piet. Vanmorgen nog getankt voor. Hè? 1,80,9. Ja. Wanneer gaat het weer eens zakken, die prijs? Nee, dat gaat voorlopig nog even lekker omhoog. Ik zou eigenlijk het laatste stukje. Ja, ik wou net zeggen, maar. Weer rechts aangeven. Dat schiet niet. Niemand rood? Nee, man. Karin's auto. Oeh, hobbeltjes hebben ze hier tegenwoordig gemaakt. Yep. En hier word je niet blij van als je hier met 30 overheen gaat. Nee, ik krijg je hoofdpijn. Maar net zoals met deze hobbeltje. Gaat u er maar uitstappen, meneer. Ik geef u de ruimte. Ben ik toch lief. En waar zit Erko ook alweer hier? In jouw auto? Ja, joh, dag. Ik zal mijn brandstof. Ja, dat is toch lekker. Kut ding. Hè? Huh? Jij denkt echt van, hoe ga jij rijden in vredesnaam? Hoi Piet! Kan niet anders dan een SUV zijn. Ja, je weet het niet. Ik heb een hele mooie route in mijn hoofd, dus niemand door rood? Nee, mooi. Zo, daar waren we weer. Hij viel er weer even uit, mensen. Sorry. Een mankementje hou je, hè, niemand? Daar, maar ik heb toch... Dan gaan we dat probleempje oplossen. Hoe bedoel je? Weet ik niet. Geen Einoen. Keine Ahnung. Is Duits, hè?
even. Wat is er? Nou, ik vroeg me af waarom het 30 was daar. Ja, daar, omdat je aan die kant moest. Omdat ze aan die kant bezig zouden waren. Ja. Deze bochtjes zijn niet zo fijn, kan ik je vertellen, als je hier met harder doorheen gaat scheuren. Ja, ik blijf wel even achter je. Geen probleem. Is geen probleem. Ik ga ze ook niet opjagen, dat doe ik niet. Zou je zelf ook niet fijn vinden, denk ik. Nou, ga er voorbij. Ja, nog niet, want dit is een hoekje. Ah. Kijk, en nu gaat het toch hier weer af. Dat is wat ik weet. Dat ze hier altijd er vanaf gaan. Dat is een border collie volgens mij, of niet? Of zie ik dat fout? Ja, dat is een lassie border collie. Een soort van. Ja, doe maar meneer. Mag van mij wel meneer. En hier zit dus nou weer een nieuwe... kringloopwinkel. Zat er toch al? De Star zat daar altijd. Maar het was net zoiets, toch? En nou, even kijken. Ja, moet ik wel, ja. Langs de oever van de Vliet. Ja, Piet. Kijk deze route ook, of niet? Jazeker. Wel. Het is hier altijd zo mooi hier. En 60 hier, nou. Wat denkt u zelf? Nee, ik wou net zeggen. Met die hobbeltjes en met die fietsertjes. Zo wil ik ook wonen. Een bootje voor de deur. Ja, lekker hè Piet. Ja. Dit is zo fijn zo. En ik ga ook niet toeteren of zo. Doe ik niet. Nee. Ik moet gewoon een beetje de kant zien om er langs te gaan. Nou, met die bochten, dan hoef je dat niet te gaan flikken. En want dat doet Ro ook niet. In die bochten. Kijk, en er komt ook een andere fietser aan, dus dat ga ik niet doen. Hoe komen die mensen dat geldje op twee boten voor de deur? Kijk, en nou zie je toch niks, dus ik kan er wel gaan inhalen, maar als ik niks zie, kan ik moeilijk gaan inhalen. Het is hier een onoverzichtelijk dingetje. Dit stukje. En je krijgt toch wel zometeen de gelegenheid, dus. Kijk, en daar heb ik ook weer een voetganger. Dus als ik dit moet gaan inhalen. Kijk, zometeen kan ik eerst hier tussen. Mooi bootje, Piet. Nee, nee. Kijk, want ik kan hier zometeen er mooi tussen. Kijk, en daar is ik al. Ik kan hier wel gaan inhalen nu, maar wat schiet ik ermee op? Niks. Het is hier toch heel smal. Niet dan niet, meneer. Zag Ja. Dan hou ik nog een beetje afstand. Ik doe het wel netjes het inhalen. Ja. Met gepaste snelheid. Kijk, alleen hier heb ik dan weer een bocht en dan doe ik het niet. Want je hebt geen overzicht. Dan ga ik het niet doen. Ik denk dat het... Ik ook.
toch mooi? Twee unieke dakkavels. Ja. Kijk, en hier heb ik zo meteen overzicht. En ik denk dat het CBR dit zou willen zien, hoe ik het nu zo doe. Toch? Maar ja, hun hebben niks, ook niks in de gaten. Ze gaan voor elkaar gaan fietsen even. Zo, ook weer ingegaan. Je houdt een beetje van het country life. Ja, ik wel. Dat vind ik heerlijk. Schapies, goedjes, lekker. Ja. Paarden, mooie huizen. Ja. Dan hebben we weer een paar fietsertjes. Maar rij jij deze weggetje ook wel eens met andere... Nee. Niet? Nee. Waarom niet? Nee. Wat is hier nou te doen? Dit is leuk, man. Dit is juist ook heel goed voor leerlingen die het eng vinden om juist in te halen. Fietsertjes, et cetera. Dit is juist heel goed. Zulke straatjes heb je in Rijswijk of Delft. Ja, dat weet ik. Dag meneer. Staatsbosbeheer. Zitten. Ja. Hup. Wij blijven nou wel zitten. Oh, toch? Waarom? Je zou maar dit kleren en moeten fietsen naar je school en weer naar huis. Met de wind tegen in de regen. Ja. Jij hebt me al gezien. Top. Keurig. Netjes, jongen. Dat is niet doof. Nee. Anders kom je er toch niet uit. Nee, dat is het verboden voor auto's. Yep. Dat geloof ik niet. En dan heb je soms een brug en dan moet je heel goed opletten of er niks aankomt. Suikerperen, oké. Okay. Ja, lekker. Is dat zo? Suikerperen. Hè? Huh? Ja, dat weet ik nog, dat weggetje. Daar gingen we dan wel in met mijn zwager. Mag niet. En dan gingen we daar vissen. We hoorden een motorfiets aankomen, we keken elkaar aan, toen dachten we, en inderdaad, een motoragent. Volgens mij heb je daar ook een restaurantje of zo. Ja, klopt, en de knip is dat. Ja, zit dat dan nog? Ja, dat zit er nog. Hallo schat. Dan de wijs. Ja. Gaat hij weer? Godvergroeiende! Gaat hij weer? Wat is dit vandaag? Nou, hij wordt echt heet. Ik ga hem uitzetten. Nee, hij valt wel mee. Even ja, dat doe ik ook. Gaat goed zo, mensen. Gaat goed. Nou ja, je glas is nog heel. Ja. En hij doet het ook nog, dus dat is wel fijn. Ik ga jullie er gewoon weer even inzetten. Hartstikke idee, hartstikke mooi. En blijf nou gewoon eens even zitten. Kan je er een stukje schuurpapier in plakken? Nee, dat gaat niet. Zo, nou dan gaan we weer. Yes. Vorige week en bleven jullie wel mooi hangen. Had je geen andere ouder toen? Nee. Zo, nou, poging nummer 2. Kijk, want hier moet je heel goed oppassen. Het is maar een rotbruggetje dit, eigenlijk. Daar gaan we met 80 overheen. 80? Ik weet niet wat. En
Patrick en die doet dat hier, hè, altijd. Blijf hangen. Goed zo, hij blijft hangen. Ja, hij blijft hangen nu. Hoop ik. Toch, maar. Yay! En... Yes. Zachte berm. Ik heb, ik ben ook wel eens op en op YouTube. En dat er dus een autorijinstructeur juist de cursisten in de bermen laten rijden. Om het gevoel te ervaren. Juist. Dat heb ik nog nooit gedaan. Niemand? Nee, mooi. Stopwerk. Ja. Niemand, mooi, dat kan ik door. Zo. Dan mag je een vrachtwagen inhalen? Ja hoor, inhalen. Wauw, een vrachtwagen. Ja hoor, een landbouwvoertuig inhalen. Oké. Okay. Ja. Ga je nou lekker die kant op of zo? Of gaan we rechtdoor? We gaan rechtdoor zeker. Ja, dacht ik ook blijf. Denk ik. Zo, dit mogen ze eigenlijk overal doen dit. Jee, dit is beter. 15 km per uur rijden, oké. Wow, nou, dan gaan we dat doen. Voor vrachtwagens. Oh, en voor vrachtwagens, oké. Dus ik mag gewoon 30, als ik zou willen. Ja. Maar hoe wil je dan dit gaan inhalen dan? Hoe dan? Ja, niet. Ik wou net zeggen, dat gaat niet. Zoals je zo slingert. Maar hij zal een keertje afslaan. Hoe hard rijdt zo'n ding eigenlijk? Weet je dat? 25 toch? Zoiets? Kijk, als ik nou een beetje mooi achter ga blijven, dan hoef ik ook niet te... Ik kan het toch niet inhalen, dus ja. Kijk, dat is mooi, want hij zit hoger. Dat is een leuke route, hè, dit, hè, Piet? Fantastisch. Ik vind er geen reet aan, zeg maar. Nou, ik vind het wel leuk, die boerderijtjes. Ja, toch wel, hè, eens een keer, hè? Goedemiddag. De kans is groot dat de kinderopvang gratis wordt. Is dat het? Zo? Ja. In D66 deze zomer hebben gemaakt voor het nieuwe kabinet. Ze willen dat alle kinderen vanaf 4 jaar naar school gaan. Ja. Dat voor kinderen vanaf 5. Het stuk is met een verslag van informateur Mariette Hamer naar de Kamer gestuurd. De volgende stap in de kabinetsformatie is het vormen van een minderheidskabinet. En snel ook de Kamer dat er zijn voor grote problemen. Klimaat hoef ik nu niet te noemen. De woningmarkt, jongeren schreeuwen om woningen die ze niet kunnen vinden. Er is geen doorstroom. Er zijn tal van problemen die opgelost moeten worden. Ze baalt dat het dus de partijen de afgelopen maanden... Schade gaan eerst. ...over wie met wie of wie absoluut niet. Want inhoudelijk waren ze het verder wel met elkaar eens, zegt ze. Drie jongens hebben vannacht een gestolen auto in de prak gereden. Ze hebben gestolen van een vrouw bij de jeugd in de richting in de Brabantse Oosterhout waar de jongens wonen. Tijdens een achtervolging met de politie... Welk kant geheel? Ga je nog steeds rechtdoor, vriend? ...ze tegen een lantaarnpaal. Jongens zijn opgepakt. En Max Verstappen heeft zin in het weekend in Zandvoort tegen de internationale pers. Morgen traint hier voor het eerst. Een great track. And yeah, we'll be crazy to see the amount of fans next to the track. Max vindt het een geweldig circuit en kijkt dus ook uit naar alle fans langs de kant. Het Sky Radio weer van Weer.nl. Flink van zon, behalve in het noorden en westen. Morgen op meer plekken zonnig. Ja, ik zag hem in één keer aankomen. Achter die auto. Nieuws op Sky Radio. Het is bijna 3:00. Ik ga hem inhalen dan. Doe maar. Shit left. Laat me niet op fokken, Royaal. Jammer joh. Tijdverlies. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Delfshaven en knooppunt Terbrechtseplein is de verdraging 40 minuten. Ik vind het zo irritant, hè, dat en dat de motoren tegenwoordig van die en geblindeerde helmen hebben voor. Je ziet hun gezichten niet meer.
je helm en je versier is naar boven. Dat is mooi. Maar mevrouw, doe maar. Alsjeblieft. Moet u de voetganger met rollator voor laten gaan? Ja, overal. Overal. Ook en ook al heeft het geen VOP. Slechte been. Slechte been moet je altijd voor laten gaan. Moet. Want anders heb je ook nog zelfs een bekeuring aan je reet hangen. En dan word je niet vrolijk van, zeg maar. Ja, waar gaan we naartoe, meneer? Wauw! Ja, die jongen moet ook zijn spullen kwijt. En zij wacht op haar man, die misschien niet meer terugkomt uit zee. Ah, oh, arme ziel. Nou, je valt niet veel te veel meer. Nou, meneer Flexiscooter wel. Felix. Felix! Felix! Kattenvoer. Ja. Iemand? Nee, mooi, kan ik door. Die hobbels die zijn misselijk hoor. Jezus. Ik weet niet of ik zo goed film. Dan moet je kijken of je goed filmt. Nou, hoe moet ik dat zien dan? Nou, dan moet je gewoon weer eventjes scherp. Dat wordt ingewikkeld hoor. Toch nog wel? Ja. Ik leer het je wel vloggen, Piet. Ik ga je dat wel leren. Het vloggen, ja. Ik ga het gewoon leren. Nee, wie vlogt mij nou? Nou, ik. Ik film jou, vaak genoeg. Maar Emma, dat je gewoon ook zelf GoPro's of zo in de auto neer kan hangen. Dat is leuk. Hi, en wat moet je hebben? Ja, ik ben even in mijn buurt. Wil je nog even één goudse kaas, die groene pakken? Die groene? Nee, deze. Die, ja. Precies. Ja. Officieel wel, want de koeien die gaan gras eten, dus het is gewoon alles, qua kaas is gewoon vegetarisch. Dus ja. Niet veganist. Nee. Dat doen we dan. Ja. Dus, even kijken. Doe het. Ja, precies. Precies dat. Nou ja. En dan zien we u er ook nog eventjes, hè, schat? Nee. Hoog zelf heel eventjes. Ja, nou, heel even dan. Ja? Een paar minuutjes. Ja, dat is waar. Van de hele dag, ja. Oeh, lekker kontje. Oeh, lekker. Mag er niet aan gaan komen. Nee, is goed, schat. Schatje. Wat ga je pakken? Donuts. Ja, dan moet je pakken inderdaad. Als je donuts wil, dan moet je inderdaad even lekker gaan pakken. 51 cent per stuk, ja. Weet je dat. Hoe ga jij dat pakken? Maar lief. 51 cent. Iedereen die in die pak, die in die tang, hè? Nee, iedereen. Ja, maar heel veel mensen die pakken een tang. Dus je kan beter. 1 euro 2. Ja, wat en wat. 1,53. Gaat er 1,54 euro. Omdat het dus namelijk daar een euro staat. Hier. Precies. Maar ze buiten te kopen voor 45 cent per stuk. Hoe zei dat? Maar ze buiten te kopen voor 45 cent per stuk. Ja, is goed joh. Naast de donut shop daar. Ja, wat jij wil, schat. Is helemaal prima. Lekker. Ja, als jij dat prima vindt, dan moet je dat lekker gaan doen. Nou, 40 cent per stuk. Nee, gewoon een euro per stuk. Je hebt het zelf gemaakt. Dan kun je het ook... Zelf gekocht. Hè? Zelf gekocht. Ja, precies. Nee hoor, dat doen we niet. En als je bij de visafdeling bent, moet je vareltjes naar je toe gooien. Want? Dan kan je zeggen, ik heb het zelf gevangen. Ja, precies. Ja. Leuke woordgrappen, mensen. Ja, hele leuke woordgrapjes. Helemaal mooi, helemaal top. Dus ja, maakt hem niet uit. Wat doe je daar mee? Voor wat? Ja, dat weet ik niet. Nee. Waar wil je dan
wou nog even kijken bij de CHIPS afdeling. Als ik het CHIPS, ja. Zeg helemaal goed. Ja, ik wel. De SJIPS bedoel je? Hè? Huh? De SJIPS. Ja, wat jij wil. Ja, het is toch altijd hè, wat jij wil? Nee, auw. Niet wat ik wil. Niet, jammer. Dacht ik juist wel. Roderick pest de mensen, is leuk. Terwijl ik onwijs veel pijn heb, maar ja, maakt niet uit. Lekkerekoekjes.nl. 75 cent, kijk, 75 cent. Helemaal top. Ik heb nog voor je een half zak. Ja, nou, voor 3 euro in zo'n blik. Nou, denk het niet. Denk het niet. Als je klaar bent, hebben we uitmaakblokken. De wat? Als je klaar bent barbecue, hebben we uitmaakblokken. Ja, precies. Nou, de wijnkubussen die mijn buurvrouwtje altijd wil, die hebben ze nu voorlopig niet. Nee, hebben ze niet. Maar oké, maakt niet uit. Roos nog even kijken voor zijn crunchy chocolade dingen. Dus weet ik veel wat ik wil hebben. Geen idee. Kleine einde. Maar ja. Ik heb weer even lekker wat boodschappies. Ik zal het zo even gaan filmen wat ik heb. Dus het komt helemaal goed. Ik moet iedere keer lachen om een beveiliger hier die hier nou in de winkel loopt. Die loopt echt zo. Niks. Hij kijkt niet vooruit. Oh, heerlijk zo vent. Als je beveiliger bent, moet je toch zo kijken. Niet. Lijkt me niet hoor, maar wie ben ik? Echt schat, en die beveiliger, echt. Ja, dat bedoel ik. Ik zeg het net tegen de kijkers. Even normaal. Nee, maar dat zei ik dus net. Dat zei ik dus net tegen de kijkers. Van even dat, en dat ik dus moet lachen om die beveiliger. Dat hij dan weer. Ja, helemaal zo. Ja, of nog erboven wat valt te bezien. Je moet als beveiliger, hoe moet je kijken? Dan kennen. Ja, en dat is toch niet naar boven kijken? Weet je zo kijken. Ja, precies. Nee, niet leuk. Nee. Nee. Dat is niet leuk als het voor de kijkers en die ook naar mij kijken. Nee. Okay. Dat moet je niet doen. Sorry. Moet je wel even sorry zeggen. Sorry. Hoi, sorry. Waarom deed je dat dan? Nee. Ja, kom eens hier. Lief. Nee, nee, waarom? Nee. Nee, maar waarom deed je dat? Waarom? Een beetje nadruk te overdrijven. Ja, maar het is gewoon. Zij loopt een beetje zo, dus dan denk ik, hibbel. Ja, maar het is niet op en op de manier wat je deed. Oké, okay, hoe deed ik het dan? Ja, nee, dat kun je weer terug. Ja, straks. Nee, nu. Ja, nou dat ga ik ook nu doen. Roger die gaat lekker genieten van zijn donut. Ja, jij mag het gat hebben. Ja, is goed. Geef mij het gat maar. En voor jou donut, ja is goed. Zo, de auto zie ik alweer. Dat is mooi. Gaan we weer lekker naar de auto, gewoon naar huis. En dan gaat Roger nog even naar huis slapen. Ja, dan gaat hij slapen. Ja, ik niet hoor, ja misschien. Ook een beetje, ik weet niet, maar... Jezus, ik ben gewoon buiten aan. Ik ben moe, ik heb pijn, auw. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga gewoon lekker zitten in de auto. Ja. Wat is dit? Ik zit. En dan moet ik weer naar binnen zien te komen. Auw. Zo, en we zitten. Ja. Voor gordeltje omdoen. Wel zo netjes. Dus. Maar hoe vinden jullie Roderick zijn haarkleur?
Want jullie vinden allemaal al mijn haarkleur geweldig mooi. Maar ik heb dus ook een andere haarkleur weer in gedachten. Ja. Maar nu nog niet hoor. Nee. Nu en nu nog niet. Nee. Ook niet blauw. Nee. Ook niet. Ja. Hij is wel leuk met Koningsdag of zo. Ja, dan moet het helemaal fel oranje wezen, ja. Maar ja. Maak eerst even die raam even schoon, lief. Niet in de garage. Natuurlijk wel. Nee. Even roofpest is leuk. Hoe moet ik met de draad hier? Het stuur zit er altijd zo in. Altijd toch? Kijk hier. Wat zo, kijk hier. Lekker hartjes voor jou. Geen ene hol aan. Ja, er komt weer auto's binnen. Maar ja, en Rodi gaat drempeltjes ontwijken, want sinds kort zijn deze drempeltjes er. En dat is niet fijn als je zoveel pijn hebt bij je. Huh? Wat zijn we snel open? Wie zit ervoor? Want ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat gaat eigenlijk met zo'n kenteken en registratie. Ja, behoorlijk wat software, ja. Wat. Dus ja. Roderick, zien jullie nog vanavond misschien even nog. De Rodi gaat toch zometeen sowieso weer de hondjes uitlaten, want ik red dat niet. Dan kunnen jullie wel zeggen, ja, maar ga naar buiten. Dit is al voor mij al een uitje op zich. Voor de rest zit ik alleen maar binnen, mensen. Want ik red het gewoon niet. Het is al heel wat dat ik eventjes naar de Jumbo zelf toe ben. Maar Roderick die ziet ook aan mij dat ik gewoon dan even een stukje Jumbo, dat ik gewoon back af ben. Dus ja. Hoop ik dat hij zometeen nog even langs de oude school wil rijden. Zodat ik een beetje daar kan filmen. Beetje geëgaliseerd. Beetje geëgaliseerd. Oké. Eventjes. Met egeltjes? Ja, geëgaliseerd. Oké, zo, mooi. Top, helemaal houden zo. Hi meisjes, lig jij lekker op de stoel? Lig jij lekker op de stoel? Daar ligt je zus onder je. En daar ligt mijn andere kleine maat. Ja. Waar kijk jij naar? Oh, daar. Ja, oké. Helemaal top, helemaal goud. Zo, hè? En op een hoek parkeren, dat is ook handig. Ja, op een hoek parkeren. Mag dat? Nee, mag niet. Oké, we hebben hier plek. We hebben daar plek. En we hebben hier plek. En dan toch nog helemaal daar te gaan parkeren. Op het hoekje. Ja, dus daar hebben we plek. Daar hebben we plek. En daar. Dus ja, vertel het mij maar. Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen... Abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doedels!